Eerder reden Laurens en ik al met de Toyota Auris Hybrid. Nu heeft Toyota de Touring Sports aan het gamma toegevoegd, een station wagon. Ik noteer 530 tot 1658 liter aan bagageruimte. Een ruimte die breed is 1452 mm en lang 2047 mm. Leuk al die cijfers, maar wat hebben we daar in de praktijk aan? Wij gaan dat voor jullie uitvinden. En hier is het dan allemaal om te doen. De grote bagageruimte en je kunt er echt heel veel in kwijt. Het lijkt dat we hier met een doodnormaal afdekzeil van doen hebben, maar hij kan heel handig omhoog, zodat je er nog meer onder kwijt kunt. Wie nog meer ruimte nodig heeft, kan dan dit hendeltje trekken om de bank op te klappen. Of aan deze natuurlijk. Mocht de extra bagageruimte niet genoeg zijn, dan mag je met deze Auris TS een aanhangertje trekken van 350 kilo. Dit is voor ons bekend terrein. De zitpositie is nog steeds goed instelbaar en de stoelen zitten fijn, comfortabel en bieden ook nog steun. De ruimte achterin is niet anders dan in de normale Auris. Dat betekent voldoende beenruimte, maar voor het hoofd is wat minder plaats en dat komt waarschijnlijk ook door het panoramadak van deze uitvoering. Inmiddels een bekende aandrijflijn voor ons, de Hybrid. Vallen hier nog wat dingen op aan deze Touring Sports? Nee, het is nog steeds een soepele aandrijflijn en de 136 pk is ruim voldoende, ook voor deze Touring Sports. En als je hem in power mode zet, ja, dan merk je dat hij een vlotte gasrespons heeft. Alleen ja, het rijden is wel wat eentonig en dat komt met name door de CVT. Ja, vind ik ook. En het verbruik? Ja, dat vind ik dan wel weer erg netjes. Ik heb toch ruim 1 op 17,5 gehaald met Forense. En voor de lease rijders, hij heeft maar 14% bijtelling. Het onderstel lijkt wat comfortabeler dan die van de hatchback, maar het is nog steeds prima in balans. Heerlijk voor een gezinswagen. En was het voor jou love at first drive? Nou, de vonken springen er nog steeds niet vanaf, maar ik vind het wel een mooi kleine station wagon die ook echt veel ruimte biedt. En ja, er valt heel weinig op aan te merken, maar ja, inspirerend. Wat vind jij ervan? Ja, heb je helemaal gelijk in. Het is echt een mooi, strak gelijnde station geworden. Maar ja, het gaat allemaal voor mij net even te makkelijk. Met één druk op de knop rij je weg. En met de andere knop parkeer je automatisch in. Ja, de uitdaging voor autorijden is voor mij dan toch wel een beetje weggevallen. Ja, hè? Even remmen een beetje of niet? Dat weet ik niet, laat me gewoon gaan. Ik schrok me dood. Nou, we staan. Netjes.